Goed. Charles Vlek, dank dat we hier mogen zijn in jouw werkkamer aan de Universiteit Groningen, waar je nog altijd 2 keer per week werkt, heb je me verteld. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG, waar inmiddels een 40-tal emeriti, hoogleraar psychologie en straks ook hoogleraar pedagogiek en onderwijskunde terugblikken op hun carrière en enigszins vooruitblikken ook op de psychologie. Series die is nadrukkelijk bedoeld om een wat jongere generatie historisch besef over de eerste hoogleraar, de grondleggers van het vak, bij te brengen. De startvraag is altijd of jij, voordat we over psychologie gaan hebben, of jij kort iets wil vertellen over het milieu waarin jij grootgebracht bent. Mijn afkomst is hardgrondig katholiek. Hardgrondig katholiek. Hardgrondig katholiek. Ik ben op de bewaarschool geweest bij de Zusters van Liefde. Yeah. Op de lagere school bij de Broeders van de Heilige Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Doe maar. En op de middelbare school, het gymnasium, bij de Paters Jezuiten. Yeah. Op het Aloysius College in Den Haag. Yeah. Mijn ouders waren ook hardgrondig katholiek. Die stonden bijna onder toezicht van de pastoor van onze parochie. De kerken waren op zondag hartstikke vol. We moesten eens per maand zeker biechten. We moesten elke week verplicht ter heilige communie. Ja. Ik herinner me nog levendig de voorbereidingen voor mijn eigen eerste heilige communie in oktober 1945. Ja. En ik heb er later jaren over gedaan om me een beetje vrij te maken van de katholieke kerk en de katholieke ideologie. Ja. Ja. Mijn vader had een groothandel in wijn en gedistilleerd. Yeah, wij woonden boven de zaak in het hartje van Den Haag. Yeah, we hebben in weekenden en vrije dagen veelvuldig in de zaak beneden gespeeld. Met lorries en transportfietsen. Yeah. Want er was dan verder niemand. Er ging weliswaar omver en kapot. Flessen wijn, neem ik aan. Flessen wijn. En we gingen lopend naar school over de Prinsengracht in Den Haag, die nu vergeven is van allerlei verkeren. Je zou dat zeker als 6, 7, 8-jarige jongen niet meer moeten doen. Ja. De oorlogsjaren staan mij ook levendig bij. Je bent uit 38, hè? Ik ben uit 38. Ik was dus een jaar of 6 toen ik naar de lagere school ging. Ja. Dat was in 1944, de hoogtepunt van de oorlogsjaren in Den Haag. Ja. We hebben vanuit een zijraam van ons huis het bombardement op het Bezuidenhout kunnen waarnemen. En de V2-lanceringen gehoord die in het Haagse bos plaatsvonden. En daarna de soberheid, de ingetogenheid, maar ook de druk van de katholieke kerk en de hiërarchische verzuiling als het ware in de jaren vlak na de oorlog. En dat begon pas eind 50er jaren een beetje los te breken. Dus mijn middelbare schooltijd ging gepaard met een verplichting tot bijwonen van de dagelijkse schoolmis om 8:15 voordat de lessen begonnen. Ja. En mijn broertje en ik probeerden daaraan te ontsnappen door om 7 uur al ons aan te melden als misdienaar, want al die jezuïeten moesten ook dagelijks een heilige mis opdragen en daar hadden ze misdienaars bij nodig. En dan waren wij lekker om 7:30 vrij, 8:15. We woonden vlakbij het Aloysius College. Ja. Ja. En waren dan niet verplicht om naar de schoolmis in de kapel te gaan, die dan bomvol zat, elke dag. Ja, ja, en daar was ook aanwezigheidsregistratie door surveillanten. Ja. Dat is allemaal, begon allemaal te keren rond 1956, 57. Toen werd het wat losser of zo? Toen werd het losser, toen werd die verplichte schoolmis afgeschaft. Ja. Toen gedroegen leerlingen begonnen zich wat vrijer te gedragen. Ja. Met name tijdens acties op de koer, de luchtplaats, zeg maar. Ja. En ik ben eigenlijk pas aan het begin van mijn studententijd goed begonnen met te emanciperen. Met te bevrijden van die katholieke kerk. Ja, ja. En wat daar ook... Moet ik me dat voorstellen als een soort van juk? Ik ben zelf van Italiaans ook af. Dan ben je ook al heel snel katholiek. Ik heb het nooit als zwaar ervaren, ook omdat mijn ouders het niet... Mij daartoe verplichten. Mijn nonna, mijn Italiaanse oma, die vond het niet leuk dat ik niet meer naar de kerk ging. Maar ik heb het niet als zwaar ervaren. Maar zoals ik jou hoor, is dat wel is die godsdienst bij jou heel erg aanwezig geweest? Die is heel erg aanwezig geweest. Ook door die opvoeding op scholen, door al die zwartgerokte mensen natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want die waren zelf ook onderhorig aan hun meerdere en konden weinig anders dan heel erg katholiek zijn en ons normeren, ons tot gehoorzaamheid bewegen. Ja. En ik herinner me toch wel dat er heel veel gepaard ging met een gemakkelijk opkomend schuldbesef. Er gebeurde iets, dat was niet goed, was niet goed afgelopen. Ja. En je trok het onmiddellijk naar jezelf toe. Oh, ik heb iets fout gedaan. Het zal wel aan mij liggen. En het heeft me echt vele jaren gekost om me daarvan los te maken. Ik heb het niet zozeer als een juk ervaren. Het gaf natuurlijk ook structuur. Je bent vooral losgekomen van dat schuldgevoel wat je min of meer aangepraat kreeg of zo? Of nou ja, goed. Ik ben dus van zeg maar 1942 tot 1957, toen ik eindexamen deed, ben ik in die katholieke sfeer opgegroeid en grootgebracht. Door mensen van buiten die ook weer invloed op mijn ouders hadden. En het was allemaal met elkaar verweven. Hè? En beklemmend is dat, was geen ontsnappen aan. Beklemmend, is dat een goed woord daarvoor? Voor die... Nou, we vonden het heel gewoon. Zo was het. Je wist niet beter. Dat waren verplichtingen. Ja. En, maar je zei tijdens je studententijd, kwam je daar wat los van? Had je op de middelbare school ook al dat je over dingen ging twijfelen of zo? Jawel. Je had op de middelbare school had je discussies met anderen, grote vragen over het doel van het leven. Ik herinner me een discussie over hoe kinderen in de wereld kwamen, want... kwam dat dan doordat man en vrouw elkaar kusten of moest er iets meer gebeuren? En wij waren dus op dat punt gewoon niet op tijd voorgelicht. En dat moest je allemaal zelf ontdekken, want ook mijn ouders die vonden het gênant om daarover te beginnen en je dat uit te leggen. Terwijl ze dus zelf wel 10 kinderen hadden gemaakt. Ja. En niet alleen met kussen. Dus nee, ik heb het niet als beklemmend ervaren, maar... Ja, wel als een soort keurslijf waar je binnen moest blijven en waar je makkelijk fouten kon begaan, waar je vrijheden waren beperkt. En achteraf, vooral achteraf, heb ik toch een soort bozigheid over me gekregen, vooral in het eind van mijn 20e jaren. Als ik terugdacht aan de druk die door de jezuïeten was uitgeoefend om te zorgen dat wij maar in dat keurslijf bleven. Met allerlei nodeloze plichten, nodeloze beperkingen, nodeloze verboden en geboden. In de 60er jaren, toen mijn jongste broertje, we schelen 8 of 10 jaar, toen mijn jongste broertje op diezelfde jezuïetenschool kwam, was dus weer totaal anders. De jezuïeten waren deels vervangen door leken. Er waren vrouwelijke leraren gekomen. De school was geopend voor vrouwelijke leerlingen. Wij hadden dus geen vrouwelijke leerlingen. Dus überhaupt het contact met meisjes tijdens de middelbare school was... Op voorhand was het eigenlijk al nauwelijks goed te praten. Dat werd niet aangemoedigd. Er zat niks goeds in. En je moest wachten tot je de ware was tegengekomen. Ik herinner me een uitspraak van mijn moeder die ook zei... Als je eenmaal een baan hebt en je bent getrouwd, dan ben je op je bestemming. En dat zou dan ongeveer op je 30ste het geval moeten zijn. Dus... Het was allemaal veel meer gestructureerd. Het was ook veel meer naar de toekomst toe geprojecteerd. Je wist eigenlijk op je 25e, 30ste al wat ongeveer van je werd verwacht. En je stuurde erop dat je zo gauw mogelijk zou trouwen en dan kinderen krijgen en een baan en dan een kostwinner. Ik was de enige kostwinner, jarenlang. En dat is dan zo'n beetje de achtergrond. Als ik zeg hardgrondig katholiek, dan is dit zo'n beetje de praktische uitwerking daarvan, de omschrijving. Wel goed onderwijs gekregen? Uitstekend. Zowel van de zusters als van de broeders als van de paters. En op de middelbare school al voorbodes dat je voor een interesse in psychologie? Las je graag? Wij waren natuurlijk... We probeerden ook wel erg katholiek te zijn. Ik herinner me een fietstocht met 2 klasgenoten toen ik een jaar 15, 16 was naar Tilburg. Waar we 3 dagen op de zolder mochten verblijven van het Trappistenklooster de Koningshoeve daar. om 3 dagen helemaal met die mensen mee te doen. Dat is een zwijgende orde. Ja, ja. En wij stonden om 5 uur op om om 5:30 de laude en de metten te kunnen bijwonen in de kapel van dat klooster. Ja. Dat was op zichzelf heel indrukwekkend. Een esthetisch mooie ervaring. Een esthetisch prachtige ervaring. Al die monniken deden toen wel hun mond open om te zingen met elkaar. Ja. En voor de rest van de dag werd er gezwegen. En werd er zwijgend gewerkt, in de moestuin bijvoorbeeld, of in de brouwerij die ze daar hadden, trappistenbier. Ja, ja. Dat soort dingen deden we dus wel. Ik was denk ik in de tweede helft van mijn middelbare schooltijd wel erg katholiek. En dan wilde je op een of andere manier goed doen voor de samenleving. Dus ik heb een tijd in het jeugdwerk van Sint-Vincentius gezeten. Je had een soort Sint-Vincentius-vereniging die goed wilde doen voor de minder bedeelde bewoners van Den Haag. Die hadden ook een jeugdafdeling. Daar hadden ze jeugdleiders nodig. En er was een jeugdhonk. He, dus zeg maar buurtwerk deden we, maar dan voor de minder bedeelde katholieke mensen. En dat was ook wel weer eye-opening, want dan, daarmee kwamen we in contact met milieus die het veel minder hadden dan wij. He, waar armoede heerste, waar werkloosheid heerste, waar vuiligheid heerste als je daar thuis kwam. En waar, ook je dus, via waar je dus gewoon meer over de wereld leerde. Meer over de wereld leerde, Ook in mijn schoolbaantjes heb ik dat toch altijd wel interessant gevonden. En via de mensen, de medewerkers van mijn vaders bedrijf, raakte ik ook in contact met mensen die veel eenvoudiger leefden, die veel minder te makken hadden, die geen auto zich konden permitteren, die alles op de fiets of te voet deden, zuinig moesten zijn met hun weekloon en dat moesten ze aan hun vrouw afgeven en dan kregen ze zelfs een zakgeldje. Maar voor mij was dat onthullend, van hé, er zijn ook mensen die het niet zo goed hebben als wij en die... die veel meer recht voor hun raap over de dingen praten. Ja. En die met ideeën rondlopen waar ik helemaal als katholieke jongen nog nooit van heb gehoord. Ja. En dat werd in militaire dienst nog wat zwaarder aangezet. Want je ging na de middelbare school ging je naar militaire dienst. Nog één vraag over de oorlog. Is daar nog een bepaalde herinnering die je daaraan hebt die heel vormend voor jou geweest is voor de rest van je leven? Vormend. Angst of zo toen je getuige was van dat bombardement? Of staat je dat was heel laat, hè? Dat was heel laat. Dat was in maart 1945, vlak voor de bevrijding. Ik herinner me razzia's. Waarbij van tevoren een geluidswagen door de straat kwam om alle mannen van 18 jaar en ouder op te roepen voor arbeidseinsatz in Duitsland. Want ze kwamen daar arbeidskrachten tekort. Ja. En mijn vader dook onder. En die was niet te vinden. En hij zat ergens in het bedrijf op een zolder achter, weet ik veel, een hoop mandflessen en kratten. Ja. Met wat kompanen. En daar kwamen die Duitsers met z'n tweeën met standguns over hun schouder. Die stonden ineens bij ons midden in de woonkamer. En mijn moeder trilde als een riet van de zenuwen. En die moest met die mensen het bedrijf door en het huis door om te kijken waar mijn vader ondergedoken zat. Ze hebben hem gelukkig niet gevonden. Maar dat soort dingen, dat is me bijgebleven. Het beeld van die auto's op straat, de patrouillerende soldaten. Voor de rest zijn we heel veel in huis gebleven. Hebben we niet zoveel gezien van... Ja, je kon naar de Vijverberg in Den Haag om de eendjes te voeren, wat mijn moeder dan af en toe deed. Maar het was toch wel gevaarlijk. En je had... spertijd natuurlijk, s'avonds na 8 uur moest je binnen blijven. Ja. Je moest verduisteren. En ik herinner me dat we heel veel binnenshuis zijn gebleven en van binnenuit op straat dingen hebben gezien waarvan we dachten, oeps, wat gebeurt daar? Ja. Even weer een stapje voorwaarts naar die militaire dienst waar je net over begon. Je bent direct na de middelbare school ben je in dienst gegaan, hè, geloof ik. Ik heb eerst een half jaar bij mijn vader in het bedrijf gewerkt. Eerst gewerkt? Ik deed in juli eindexamen. En ik moest in februari in militaire dienst. Dat had dus een gat van een half jaar tussen. Dat heb ik bij mijn vader in het bedrijf doorgebracht. Want ik was voorbestemd om mijn vader op te volgen als directeur van het bedrijf. En dat vond ik ook heel normaal. En dat was ook in de familie heel normaal geweest. Hij was zijn vader opgevolgd. Dus het was niet vanzelfsprekend dat jij zou gaan studeren? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat is pas halverwege mijn militaire diensttijd naar voren gekomen. Toen pas ben je, kwam bij jou het besef dat je wilde gaan studeren? En dat had te maken met het feit dat ik dat gymnasium had kunnen afmaken. Dat ging niet al te makkelijk. Ja. 6- voor wiskunde. Ja. Dat was toch wel mijn zwakke kant. Maar in militaire dienst en pas bij de parate troepen, nadat ik mijn opleiding had doorgemaakt in Ossendrecht en Ede, kwam ik bij de parate troepen in Haarlem. Ja. En daar kwam ik mensen tegen die op een gegeven moment tegen mij zeiden van, waarom ga jij niet studeren? Jij hebt gymnasiumopleiding en ik kwam natuurlijk andere mensen tegen die wel gingen studeren. Ook mensen die direct een baan of uit het arbeidersmilieu waren. En zeer verschillende mensen. Ook mensen die mij aanspraken op de rariteiten van mijn katholicisme. Van, wat doe jij gek? Dit mag toch wel? Jij doet net alsof dat verboden is. Waarom doe jij alsof je daar een schuldgevoel van zou moeten krijgen? Waar moet ik aan denken? Ga eens een keer mee naar de hoeren, om maar eens iets te zeggen. Hè? Waarom ga je niet mee naar het café? Dan drinken we een jenevertje met, nou ja, citroentje met wat was het ook weer? Met citroenjenever met, nou, ik weet niet wat. Ja. Maar daar kwam ik dus mensen tegen die zeiden van, waarom ga je niet eerst studeren? Je kunt altijd nog bij je vader in de zaak gaan. Ja. En toen ben ik me gaan oriënteren. Heb ik me laten testen op verzoek van mijn ouders op het instituut van professor Gores, Alfons Gores in Leiden. Toen een soort halfgod. Ja. Ja. De eerste hoogleraar psychologie in Leiden. Ja. En ik ben toen een dag doorgedraaid door mensen die later hoogleraar waren en toen studentassistent bij professor Gores waren. Ja. En ik moest de Rorschach-test doen, ik moest een man en een vrouw tekenen. Daar kwam het advies uit dat ik in staat was om psychologie om te gaan studeren. Wat gezien jouw gymnasiumdiploma natuurlijk niet zo'n verrassende conclusie is, dat je geschikt zou zijn voor de universiteit. Maar voor mij dus wel, op dat moment. Want ik was nog steeds gericht op het opvolgen van mijn vader. En wat vond je vader eigenlijk van dat je wellicht naar de universiteit zou gaan? Oké, dat was voor hem natuurlijk moeilijk. Dat was voor hem iets om waar hij tegenaan zat te hikken. Ja. Het ging niet zo geweldig met dat bedrijf. Ja. Het ging überhaupt niet zo geweldig met al die kleine distilleerderijen en slijterijen. Je had de talrijke kleine distilleerderijen in Delft en Schiedam en Rotterdam. En ik kan die namen van al die merken jenever die wij in de groothandel op de plank hadden staan, kan ik nog opsommen, want soms werden geïnventariseerd. Ja. Dus het was maar een klein bedrijf. En het ging niet zo geweldig. Ja. Mijn vader was ook ouderwets. Die wou niet moderniseren, die wou niet een lopende band laten aanleggen bijvoorbeeld. Maar liet zijn medewerkers liever lopen met handen vol net volgetapte flessen. Maar in militaire dienst liep ik tegen mensen aan die dus zeiden van, waarom ga jij niet eerst studeren? En ik was ook tegen mensen aangelopen, ik was al vroeg in de opleiding aangelopen tegen iemand die Metabletica aan het lezen was van Jan Hendrik van den Berg. En ik kocht dat boek en ik begon dat ook te lezen. En dat bracht mij dus op het spoor, van dat is interessant. Dat zijn mensen die feiten, die observaties uit het verleden op tafel leggen voor zich, proberen verbanden te leggen, hinein interpreteren, waar Van den Berg natuurlijk ijzersterk in was. Ja. Heel overtuigend, overredend, soms bijna demagogisch schrijvend. Ja. Want wij moesten toch ook kunnen zien wat hij zag. Ik heb het lang geleden gelezen, maar ik herinner me wel dat het ook een mooie stijl ook was. Ja, het is een prachtige, meeslepende stijl. Ja. Ik leerde later in Leiden om tentamen bij hem te doen en dan te proberen de vragen in zijn stijl te beantwoorden. En dat leverde dan vaak wel een 7 of een 8 op. Daar was hij gevoelig voor. Maar in militaire dienst kwam ik dus op de gedachte van, goh, misschien moet ik gaan studeren. En ik heb me toen laten testen. En daar kwam dat advies uit van, hij is ertoe in staat. Maar ik zou liever psychologie dan pedagogiek kiezen. Ja. Want dat geeft meer baangarantie. En dat was ook in zijn eigen belang natuurlijk, om zijn eigen eerste jaar vol te krijgen. En ik startte daar in 1959 met 39 andere studenten. Ja. Dus het aantal eerstejaars was 40 toen. Waarvan dan na een jaar een stuk of 10 al afgevallen waren. Dus we eindigden met een heel klein clubje. Maar en toen ja, kwam ik op stoom geleidelijk, want toen had ik iets te pakken waarvan ik dacht van hé, dit is interessant. En de universiteit, ik had er altijd geweldig tegenop gekeken. En een heel klein percentage van middelbare scholieren ging toen naar de universiteit, 5% geloof ik. En ja, het was voor mij iets geweldigs. En in jasje dasje ging ik naar de studentenvereniging. Ja. In jasje dasje ging je naar de colleges. Ja. Ik herinner me professor Gores die in het eerste jaar een student die zonder dasje in een vest in de collegezaal zat. Terug naar huis. Dus ja, meneer Bakker, als u meent dat u zo kunt verschijnen in de collegezaal aan een universiteit, dan hebt u het toch verkeerd gezien. Ja. Dus die werd erop aangesproken. En dat was allemaal nog reuze keurig. En allemaal, ook onderling. Nou. Maar toen ben ik dat heb ik dat gekozen. Ja. En toen moest ik mijn vader duidelijk maken dat ik nog even zou wachten of liever niet bij hem. Ja, en hij begreep dat wel. Het was moeilijk voor hem. Maar ik had nog een andere broer, anderhalf jaar jonger dan ik. Die... Maar ook trots? Was je de eerste uit je familie die naar de universiteit ging? Ik had een oom. Die had economie gestudeerd in Rotterdam. Een broer van je vader? Ja, broer van mijn vader. De jongste broer van mijn vader. Ja. En ik was dus de tweede academicus. En mijn familie keek weer op hun beurt tegen mij op. En ja, ik probeerde dat zo gewoon mogelijk te doen allemaal, maar desalniettemin was het toch een soort bevoorrechte positie waarin je terecht kwam. En jouw vader gunde jou dat wel, die stap naar de universiteit? Hij had een soort een vreemde opvatting dat de jongens mochten universitair studeren. Er waren 4 jongens en de meisjes, 6 meisjes, mochten de middelbare meisjesschool doen, de MMS. Ja. En dan maar zien dat ze een vervolgopleiding deden, een soort hogeschoolopleiding, wat veel van mijn zussen hebben gedaan. Maar de jongens mochten universitair studeren, want dat was natuurlijk ook prijzig. Ik heb het eerste jaar thuis moeten wonen. Ik kreeg wat zakgeld voor de treinabonnement. En dat probeerde ik uit te sparen door maar te gaan fietsen tussen Den Haag en Leiden, een jaar lang. Totdat Van de Geer mij als student-assistent vroeg. Van de Geer, dat is ook een hoogleraar in Leiden. Was dat de opvolger van Gores of zo? Nee, Van de Geer was een van de favoriete leerlingen van Gores... die de experimentele psychologie en de statistiek voor zijn rekening ging nemen. Want Gores was toch stond een beetje bekend meer als een fenomenoloog, dacht ik. Gores die zwoer bij de individugerichte, kwalitatieve, beschrijvende benadering. Je moest verstehen proberen het individu te begrijpen en te karakteriseren... zoals hij mij had proberen te karakteriseren in de brief die ik nog steeds heb... met zijn advies, dat studieadvies wat hij toen gaf... Ja. En Van de Geer die begon te knabbelen aan de natuurwetenschappelijke psychologie, zoals dat toen werd genoemd. En daar ontstond op die manier een spanning. Van de Geer is altijd heel loyaal gebleven aan Gores. En Van de Geer was ook katholiek, Gores natuurlijk ook. En daar ontstond geleidelijk een soort spanning die vergroot werd tussen de medewerkers, assistenten van Gores en de medewerkers en assistenten van Van de Geer. En uiteindelijk waren het de jonge honden die het contrast tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve psychologie scherper aanzetten. Matthijs Koornstra bijvoorbeeld, die van naam. Misschien ook wel eens tegengekomen. En ja, ik heb zelf ook daar aan meegedaan door op een zeker moment een polemisch stuk te schrijven in reactie op Gores. Ook geschreven pleidooi voor de individugerichte, kwalitatieve, versteende psychologie. Die vooral in de hulpverlening en de adviespraktijk. Een soort intellectuele vadermoord of zo, moet ik dat zo zien? Dat je los wilde komen van... Van de manier waar Gores voor stond, voor het bedrijf van Ik denk dat dat een te zwaar woord is. Heb ik nog nooit gehoord in dit verband. Het is een vrije associatie hoor. Het is iets wat ik wel me ter harte neem, nu het zo valt, dat woord. Ik kon mij natuurlijk verschuilen achter John Van de Geer. John vroeg mij in mijn tweede jaar of ik assistent wilde worden bij hem voor het practicum, de runnen van het practicum experimentele psychologie. Dat heeft overigens mijn koers uitgezet voor de jaren daarna, want ik bleef student-assistent en dan zat er ook weinig anders op dan zelf experimentele psychologie te studeren met sociale psychologie als nevenvak, een beetje wiskunde om de zwakke punt van het gymnasium bij te spijkeren. En dat werd een redelijk succesvolle gang van zaken voor mij door die studie heen. Maar ik kon mij verschuilen achter Van de Geer. Ja. Want Van de Geer was ja, de proponent van de natuurwetenschappelijke aanpak. Die begon met Bayesiaanse statistiek. Ja. Die begon met informatietheorie voor de psychologie. Die begon met psychologische toepassingen van de beslissingstheorie. Ja. Die begon met multivariate analyse, factoranalyse. En Gores die kon er alleen maar met grote verbaasde, onkundige ogen naar kijken. Ah, ah. En trok zich dus terug. Als je die biografie van Gores leest door zijn zoon Rogier... Ik zat in de opponentencommissie. Ik vind dat ook onthullend en ook een beetje pijnlijk. En daar voel ik me weer een beetje schuldig bij. Want Rogier haalt dus die polemiek naar voren tussen Gores en mij... Ja. Van Vlek gooide de knuppel in het hoenderhok. Ja. En denk ik, nou Rogier, een beetje zwaar aangezet. Maar voor Gores moet dat toen zo wel hebben gevoeld. Van hier komt Vlek en die... begint met de polemiek die Paul Meel heeft aangeslingerd tussen, wat was het ook weer, statistische versus clinical prediction. En ik hing mij daaraan op, dat was mijn startpunt voor dat artikel. En ja, ik begon dus Gores te verwijten dat hij de ontwikkeling van het vak belemmerde. Door alsmaar te blijven hameren op die kwalitatieve benadering. Ja. En dat heeft hij zich kennelijk erg aangetrokken. En wat jij intellectueel bedoelde, maar wat je hem niet persoonlijk kwalijk nam, neem ik aan, toch? Nee. Wij zijn altijd wel op on speaking terms gebleven. Maar we dreven toch een beetje uit elkaar. En hij was niet bij mijn promotie aanwezig, vond ik jammer. Maar ja, ik ben hem natuurlijk altijd blijven respecteren. Maar ik vond hem ouderwets. Hij was in mijn ogen van de oude stempel. Ja, net als Van den Berg. Die ook van Metabletica. Van Metabletica. Van den Berg die heeft op een gegeven moment in het Nederlands tijdschrift voor de psychologie... geweldig de wind van voren gekregen van een criticus. Ja. Die al zijn werken doorgevlooid had en had gevraagd van... nou, maar waar baseer je dit nu toch op? Van Duiker, meen ik, als ik me goed herinner, toch? Dat werd Duiker, dacht ik. Dat weet ik niet precies, maar ik herinner me wel dat hij in... Hij werd zwaar in de hoek gezet. Zo vist in de academie of zo, heette dat. Ja, ik weet dat niet precies meer. Zo goed staat me dat niet meer bij, maar ik weet wel dat hij heftig bekritiseerd is... En op die manier ook tot een soort terugtocht was gedwongen. Ja. En later heb je ook van den Berg niet zoveel meer gehoord. Je kijkt niet op Gores als een leermeester voor jou? Jawel, zeker. Ja, zeker. Ja, ik was een beetje ontroerd toen ik door die biografie van Rogier bladerde. Omdat ik dacht van, ach, die man heeft toch geweldig zijn best gedaan. En hij had een zware last. En hij kwam uit een boerendorp in Limburg. Hij had het gemaakt via de Radboud Universiteit. Hij had een geweldig zware taak in Leiden. En neem het hem eens kwalijk dat hij... begonnen in de Verenigde Faculteiten waar ook filosofie in zat. Het is toch ook de tijdgeest? Letteren zat daar toen. En het was de tijdgeest. Het gaat ook zoals het gaat gewoon. Ik zou mezelf moeten kwalijk nemen dat ik als katholiek misdienaartje ben begonnen. Dat doe ik niet. Zo was het. Zo kwam ik ter wereld. En dat, ik moet wel toegeven dat uiteindelijk mijn karakter, mijn kijk op de wereld en op andere mensen heel sterk heeft bepaald. En dat het mij heel veel tijd en moeite heeft gekost om me te bevrijden van die verdomde jezuïtenmentaliteit. Maar misschien had je Gores ook wel nodig om jou binnen de psychologie bevrijd te voelen en te zoeken naar een psychologie waar jij achter kon staan, die meer experimenteel was. Ja, jawel, maar dan moet je denk ik daarbij bedenken dat die hele psychologie zich razendsnel ontwikkelde. Want een andere factor in mijn ontwikkeling, dat is de serie zomercursussen onder auspiciën van de NUFIC, van de NAVO nota bene. Met NAVO-geld werd er bij de NUFIC in het werkpaleis van onze huidige koning, uit de Oude Hof, aan het paleis in Noordeinde, daar werden 4, 5 grote zomercursussen georganiseerd, waar allerlei mensen uit heel Europa en sommigen uit de Verenigde Staten op afkwamen, waar een heel spectrum aan top lecturers ingehuurd was om daar 14 dagen in hoog tempo tot en met de avonden toe les te geven over dingen waar Nederland nog nooit van had gehoord. Beslissingstheorie, signaaldetectietheorie, psychologische meettheorie. En jij ging daar ook heen? Ik ging daarheen. Ik was assistent van Van de Geer. En Van de Geer had het in zijn hoofd gehaald, in 1964 de eerste keer... om de volgende ochtend summaries in het Engels op tafel te laten leggen en te laten uitdelen van lectures die de vorige dag waren gegeven. En die moest jij maken? Leo van den Kamp en ik waren het team van verslaggevers. Ja, ja. En wij zaten tot diep in de nacht en met de secretaresse die dat op stencil moest uittypen. Hè, want toen werd alles nog gestenceld. Ja, ja, ja. Tot diep in de nacht zaten wij daar die samenvattingen te schrijven van die lezingen, die we dan ook nog even moesten laten zien, geloof ik, aan de lecturers. En ik herinner me een uitspraak van Alan Newell. Van Newell en Simon. Ja, Newell en Simon over human problem solving. Yeah. En zo lieten we die onze tekst zien. Is dit wat u gisteren ongeveer hebt gezegd? I find them tolerable, zei hij toen. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel dun, een dun compliment, maar wij slaagden er uiteindelijk in om onder de zweepslagen van John van de Geer en met hulp van zijn secretaresse 14 dagen lang, elke dag, van elke lecture, een samenvatting van 2, 3 bladzijden op tafel te leggen. En iedereen vond dat geweldig. Oh, dat was fantastisch. En die gingen naar huis met een stapel samenvattingen die wij later nog eens redigeerden. Wat voor andere psychologen kwamen er nog meer? Newell noem je net al. Ward Edwards, grote beslissingsman uit de Verenigde Staten. Clyde Coombs van Metheorie. David Green over signaaldetectietheorie. Er was een Fransman, Matanon, die in heel erg gebroken Engels begon met lectures te geven. We hebben hem gesmeekt om het uiteindelijk toch maar in het Frans te doen. Maar toen zaten wij voor de taak om summaries te maken van Franse lectures over experimenteel psychologisch onderwerpen en zo. En de NATO had erop gestaan dat er ook iemand uit Oost-Europa kwam. Dus daar kwam Václav Vricháček uit Praag, die ook heel moeizaam Engels sprak op de eerste cursus, 1964. En die gaf daar een soort overzicht van wat hij in Praag bij elkaar had kunnen harken. Hè, over de stand van zaken. En dat was natuurlijk tweederangs werk. Maar hij stond er wel en het was aandoenlijk en charmant. Maar heel veel werk. Was het volgen van zo'n zomercursus, het student-assistent zijn van John van der Geer... Kwam bij jou toen het besef ook van ik wil in de wetenschap gaan werken? Ik wil zelf ook gaan promoveren? Nou ja, die eerste zomercursus uit 1964 heeft mij wel op een thema gebracht van mijn doctoraalscriptie toen. Yeah, yeah. Ward Edwards hield daar een verhaal over experimenten over het herzien van a priori waarschijnlijkheden op grond van nieuwe data die je had binnengekregen. Dus je schat de kans dat het morgen zonnig en droog zal zijn. Nu voor de vuist weg, dat is je a priori waarschijnlijkheid. Dan krijg je van 3 kanten een weerbericht binnen. Of je kijkt naar wat het weer vandaag en vanmiddag is. En op grond van deze nieuwe informatie herzie je die waarschijnlijkheid. En dat doe je met Bayesiaanse statistiek? Dat is Bayesiaanse statistiek. En dat kun je heel formeel kwantitatief doen. En ik had dat opgepikt uit die lezingen van Ward Edwards. En maakte een plan voor een serie experimenten, echt hele harde experimenten zal ik maar zeggen, waarin die revision of prior probabilities uit de doeken werd gedaan. En ik heb daar een scriptie over gemaakt in het Engels. En dat was eigenlijk mijn eerste internationale publicatie die het nooit tot een vaktijdschrift heeft gebracht. Want dat was niet de mores toen. In die tijd gewoon, om te publiceren. Dat was niet de mores. Er werden tal van instituutsrapporten gepubliceerd. Ja. En daar bleef het bij. Het was niet de normale gang van zaken om dan zo'n instituutsrapport te gaan samenvatten, beknopt en te herschrijven en te bewerken tot een vaktijdschriftpublicatie. Ja. Dus dat was, je kunt rustig zeggen dat er een explosie is geweest, een exponentiële groei van niet alleen het aantal publicaties, maar ook het aantal tijdschriften natuurlijk. Sinds juist die tijd, hè, sinds de 60er jaren is dat allemaal geweldig gaan groeien. Ja. En een mentaliteit van publish or perish, dat was er helemaal niet. Ja. Nou ja, en Adrien de Groot die propageerde ook wel van onderzoek dat niet is gepubliceerd, is niet gedaan. Ja. Ja. Was niet uitgevoerd. Ja, nee, dus wij werden wel in die sfeer aangemoedigd om op een zeker moment ook naar buiten te treden. Ik heb toen met een Zweedse en een Duitse collega in 1969 die serie conferenties opgestart. Ja, ja. Subjective Probability, Utility and Decision Making, afgekort SPUDM. Ze bestaan nog steeds, ze komen nog steeds bij elkaar. En elke 2 jaar. En ja, op die eerste bijeenkomst, tot onze grote verbazing en latere trots, was ook Bruno De Finetti daar. Een grote Italiaanse waarschijnlijkheidstheoreticus die het had gewaagd om te zeggen: elke waarschijnlijkheid is een persoonlijke waarschijnlijkheid. Ja. Terwijl ingenieurs en statistici zeggen: waarschijnlijkheid, dat is de limiet van een relatieve frequentie. Weet je nog, had je statistiekles. Waarschijnlijkheid is de limiet van een relatieve frequentie. Neem een dobbelsteen en eigenlijk kun je wel uitrekenen dat dat kans is van een 6e dat die op 6 valt. Maar eigenlijk moet je er eindeloos vaak mee gooien, want dan weet je het pas empirisch heel goed. En De Finetti zei van ja, nee, maar die worp met die dobbelsteen, dat is een toekomstige gebeurtenis. En je kunt niet op basis van eindeloos veel observaties uit het verleden de kans op deze ene toekomstige gebeurtenis schatten. En zo zit het dagelijks leven natuurlijk vol met momenten waarop je maar zonder veel data in 1 keer moet schatten wat de kans is dat jij bijvoorbeeld veilig over een kruispunt heen kunt fietsen. Ik heb dat vaak in het college gebruikt ook. De kans dat binnen 5 minuten de telefoon overgaat. Hè? Ja, hoe kom ik aan die kans? Ja, maar lijkt me 90%. Oké, ben je bereid om 9 tegen 1? Ik denk gewoon 50%, of wel of niet. 50-50, zullen we dan een 50-50 weddenschap afsluiten? En dat moet je dus vertalen in een zekere weddenschapsbereidheid. En zodra je daarmee aan de slag gaat, zie je dat mensen aarzelen en gaan beseffen wat dat betekent. Hè? De kans dat ik straks veilig thuis kom op mijn fietsje. Nou, die zat ik heel, heel, heel hoog in. Wanneer wist je dat je de wetenschap in wilde? Dat je aan de universiteit wilde blijven? Oh, dat ging ook allemaal heel vanzelfsprekend. Ik was studentassistent van 1961 tot 1966. En nog voordat ik afstudeerde vroeg John Van de Geer mij als wetenschappelijk medewerker. In dezelfde afdeling. Want het was wel de periode van groei. En dus de universiteit had behoefte aan meer medewerkers. John's afdeling mocht groeien. En hij had ook niet weinig om handen natuurlijk. Experimentele psychologie en psychologische statistiek. En hij had zelf een enorme interesse in methodologie. Datatheorie later. En ik werd dus gevraagd als wetenschappelijk medewerker. Dus ik had een baan en ik vond het eigenlijk wel betrekkelijk normaal dat ik daar bleef hangen. Ik was het niet van plan geweest. Ik was ook niet van plan om daar nog heel lang te blijven. Dat weet ik nog heel goed. Ik kom hier studeren, oké. En ik wil hier een aantal jaren werken, oké. Maar ik ga het hier niet ten eeuwige dagen blijven. Want wat had je voor ogen? Toch weer terug naar de zaak van je vader? Nee, dat was helemaal naar de achtergrond verdwenen. Ik had verder geen uitgesproken ideeën. Je had niet echt wetenschappelijke ambities, zeg maar. Niet behalve dan dat ze je, dat ze je kwamen aanwaaien of zo. Dus dat je een baan kreeg. Nou ja, ik zat dus in die beslissingstheorie. En het omgaan met waarschijnlijkheden en risicobeoordeling kwam later in het vizier. En het ging eigenlijk, het was een betrekkelijk natuurlijke weg, waardoor ik mij in Leiden bij die afdeling psychologische functieleer steeds meer beperkt voelde in het experimenteren op de vierkante meter, zal ik maar zeggen. Kleinschalig, heel wel omschreven situaties waar je een theorietje over kon formuleren, waarvan je dan een hypothese kon toetsen. Ik herinner me dat ik een collega vroeg die op een gegeven moment een colloquium had gegeven over visuele perceptie en heel fijnzinnige experimenten met een tachistoscoop. Ik vroeg hem, wie heeft hier nu wat aan? En ik herinner me nog levendig zijn antwoord. Hij zei, hij aarzelde heel erg en zei, ik? Of ik vroeg, wie wordt hier gelukkiger van? Toen zei hij, ik. En ik dacht, ja, dat vind ik toch een armoedebod. En ik heb al die tijd toch er iets praktisch mee willen doen. Iets maatschappelijk relevants. Iets toegepast. goed willen doen, zoals jij als katholieke jongen op de middelbare school was, de bijdrage aan de maatschappij? Nee, dat was het niet. Maar ik was te ongeduldig voor de zuivere wetenschappen. Ik wilde er iets mee doen. En ik denk dat in mijn werk, dat het kenmerkender is om dingen bij elkaar te zoeken, aan elkaar te rijgen, te integreren en de vraag te beantwoorden, wat kan ik hiervoor praktisch mee? Ja. Hulp verlenen of adviseren of een probleem buitenshuis oplossen, dan dat ik een theorie ermee verder wilde brengen door een reeks heel fijnzinnige experimenten te doen. Ja. Ja. Er zijn uitzonderingen op natuurlijk, in de promotieonderzoeken die ik heb begeleid bijvoorbeeld. Met name dat van Laurie Hendricks over de frequentieinformatie versus scenario-informatie bij het beoordelen van risico's. Ja. Vind ik nog steeds heel leuk onderzoek. Ja. Als jij weet hoe iets mis kan gaan en in een ongeval terecht kan komen, dan schat je de kans daarop hoger in dan wanneer je daar minder levendige voorstelling van krijgt. Ja. Terwijl de frequentieinformatie ook wel belangrijk is, maar op een zeker moment overheerst kan worden door de scenario-informatie. Ja, 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 ja. Ook als het in het verleden nooit gebeurd is, dus je hebt geen frequentieinformatie, kun je toch door het scenario maar levendig genoeg te schetsen, iemands kansschatting dat het misgaat, dat het gebeurt, toch tot grote hoogte brengen. Ja, ja, ja. En dat heeft Hendricks toen heel netjes uitgezocht. We hebben er hele leuke gesprekken over gehad. Ja. Maar, dus ik hou ervan experimenteren. Ja. Juist om dingen goed te onderbouwen en te ordenen en voorspellingen te kunnen doen, duidelijke verklaringen te kunnen geven. Maar mijn grote drijfveer is toch na Leiden zeker geworden van ik wil er iets mee. Ja. Ja. Er zijn maatschappelijke problemen, daar kan de wetenschap iets aan doen. Ja. Dan moet je weten waar het over gaat. Je moet uitgezocht hebben wat het probleem is. Je moet oplossingsalternatieven hebben. Ja. En je moet met je wetenschappelijke werk daar meer helderheid en houvast in kunnen bieden. Ja. En dat kun je niet op grond van 1 of 2 of 3 experimenten. Daarvoor moet je meer inventariseren, bij elkaar harken en proberen de grote lijn eruit te halen voor jouw praktische advies. Ja. Ja. Jouw proefschrift, was dat ook enigszins toegepast? Want je bent in 1973 gepromoveerd op, ik zag het net staan, toen je kamer binnenkwam, Psychological Studies in Probability and Decision Making. Dat klinkt, nee, het is ook wat zijn psychologische studies geweest. Nee, ik ben gepromoveerd inderdaad op een hele serie artikelen die ik al had gepubliceerd of die in press waren. Ja. En daar zat een analyse bij van, wat was het toch ook weer, de verhuisbeslissing voor de subfaculteit psychologie van Leiden. Ja. En dat had ik helemaal beslissingsanalytisch uitgevogeld. Wat nu het beste was voor de huisvesting van de subfaculteit. Ja, ja. En dat was, nou ja, het was maar 1 van de artikelen. Het was een soort vingeroefening om te kijken of je met die rationele beslissingsanalyse over dat vraagstuk iets zinnigs uit de doeken kon doen. Ja, ja. Maar ik had daar niet de pretentie mee dat ik beslissingstheorie in de praktijk toepaste. Ja. Nee, dat is pas in mijn Groningse tijd gekomen. Want je bent naar Groningen ben je in 76 gegaan, hè? Ja. Kreeg je een baan aangeboden hier? Nee, daar stond een advertentie in de krant. Voor een part-time researchbaan over sociale facilitatie en inhibitie van prestatiegedrag. En wat sprak je daar zo in aan dan? De vrijheid om research te doen en om een halve baan te hebben, zodat ik de andere helft zelf zou kunnen invullen met externe subsidies. En dat heb je ook zo is het ook gegaan. Dus ik heb een jaar op een halve baan gewerkt en geleefd. En die sociale facilitatie op poten gezet, een ZWO-subsidie, toen ZWO, subsidie binnengehaald voor 4-jarig onderzoek. Dat heeft Ad Pruin gedaan, is een proefschrift geworden over allerlei experimenten over sociale beïnvloeding van prestatiegedrag. En zelf ben ik aan de slag gegaan met risicoperceptie en beslissingsgedrag over externe veiligheidsproblemen. En daar is die TNO-conferentie die ik daarnet noemde uit 1977 heel cruciaal bij geweest. Want daar ontmoette ik diverse mensen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Ja. Daar kwam op een gegeven moment ook de student Pieter-Jan Stalle op mij af, die toen bij TNO een baan zou gaan krijgen, ja, mits hij succesvol was afgestudeerd. En met hem en voor hem heb ik toen een grote subsidie kunnen aanvragen met veel steun van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Ja. Om de vraag te beantwoorden hoe het toch kwam dat de bevolking moeilijk bleef doen over industriële activiteiten waarvan zij hadden uitgerekend dat die toch veilig waren. En dan moet je denken aan kernenergie en chemische complexen en gevaarlijke stoffentransporten, waar ingenieurs met statistische methoden gaan uitrekenen wat de kans is dat daar een grote explosie zal plaatsvinden. Ja. En wij hadden gezegd van, oh nou ja, maar goed, dat is misschien te beperkt wat jullie daar doen. Laat ons vergelijkend risico perceptieonderzoek doen onder allerlei bevolkingsgroepen. Hebben we gedaan toen in en om het Rijnmondgebied. Industriële activiteiten, huistuin- en keukenactiviteiten, transportactiviteiten, recreatieactiviteiten, allemaal bij elkaar in een verzameling gezet en die toen door mensen laten vergelijken. Wat vindt u nou gevaarlijk, wat niet, waarom wel, waarom niet, wat is eigenlijk vrijwillig risico en wat is de opgedongen risico. Maar duidelijk toegepast onderzoek. Duidelijk toegepast onderzoek, maar enorm gestuurd door wat wij theoretisch bij elkaar hadden kunnen vinden van wat is risico eigenlijk. En wanneer... Wat is risicoacceptatie? Op grond waarvan accepteren mensen risico's? En dat deed je vanuit Groningen? Ja, dat deed ik vanuit Groningen. Vanuit Leiden naar Groningen verhuisd, of in de buurt? Ik was plotseling... Ik had me bijna losgescheurd van Leiden. Omdat ik niet... ik zat daar echt te vast. En... Weer die bevrijdingsdrang. Ja, daar zit ook iets bij van... Ja, dat mag je zeker zo wel interpreteren. Ik had mij betrekkelijk plotseling losgescheurd uit Leiden... omdat ik daar te vast zat. En met te veel verantwoordelijkheden. En misschien was dat ook de enige manier om ervan los te komen. Ik was daar voorzitter van het stafoverleg geweest. Ik voorzitter van de subfaculteitsraad. Voorzitter van de commissie wetenschapsoefeningen. Ik had... heel veel op mijn nek in het onderwijs. Ik had een netwerk van buitenlandse contacten inmiddels ontwikkeld... waar ik ook actief wilde zijn, vond ik leuk. Beslissingstheorie, waarschijnlijk zat ik in een hele Amerikaanse club... rond Ward Edwards en Paul Slovik. Ik heb toen een jaar in de Verenigde Staten gezeten, ook in 1970, 71. Dat vond ik ook geweldig. 2 keer door het hele land gereisd, van oost naar west... Met een grote Volvo stationcar, kinderen achterin, kamperend onderweg. Geweldig. Maar daar kwam ik van terug. En ik had de ruimte in Amerika gezien. En 1 motief om uit Leiden weg te gaan was dat we ook uit onze doorzonwoning... in dat kleine, opgekropte buurtje in Leiderdorp wilden weg. En ik wilde naar Maastricht of naar Groningen. Of naar, weet ik veel, Vlissingen. Maar in ieder geval de ruimte in. En Groningen was natuurlijk toch aantrekkelijk in die tijd... ook vanwege zijn wat meer kritische instelling over het universitaire bedrijf en het hoger onderwijs. En kortom, ik had een oog op Groningen. En toen stond daar dus ineens die advertentie in de krant van halftime wetenschappelijk medewerker. En Henk Wilke, die had het voor elkaar gekregen om wat geld te krijgen om een van zijn experimentele hobby's te laten uitdiepen. En, nou ja, ik kwam daar, verdiepte me erin. Was wel een leuk probleem. Er was heel veel aan te verhapstukken. Met prachtige laboratoriumfaciliteiten om mensen vol te hangen met elektroden... om de mate van opwinding te meten. Terwijl ze kritisch werden geobserveerd om een bepaalde prestatietaak te doen... met als controleconditie dat ze niet kritisch werden geobserveerd... en het helemaal op hun eigen gemak konden doen. Wat maakte dat wat uit en zo. En dan bleek het voor makkelijke taken iets anders uit te maken... dan voor moeilijke taken. Dat was ook de theorie die getoetst werd. En ik slaagde erin om op een gegeven moment ook of ik had het geluk dat ik een 4-jarige subsidie kreeg. Ja. Ad Pruin dus, proefschrift. Was leuk, veel van geleerd. Ja. Maar het aantrekkelijke voor mij was dat ik de handen vrij kreeg. De handen vrij van onderwijs, de handen vrij van bestuurswerk, de handen vrij van voorzitterschappen. Ja. En ik begon wel even een paar treetjes lager. Ik werd hier aangesteld ook als wetenschappelijk hoofdmedewerker. Net als in Leiden, dat was mijn geluk. Zo ver waren ze wel. Ja. Maar ik begon wel eerst op een wat eenvoudiger situ dan ik in Leiden had. En ik heb een enkele keer wel eens gedacht van god, had ik niet beter in Leiden kunnen blijven, want daar had ik achter elkaar kunnen doorstromen, dan was ik binnen 3-4 jaar hoogleraar geweest, bij wijze van spreken. Want die ambitie had je, begon ze wel aan te dienen, dat je hoogleraar wilde worden? Nee, er was ook iets fashionables in de tijd, in die kritische tijd, de 70's. Wat is fashionable? Wat bedoel je? Fashionable, het was een beetje modieus om niet ambitieus te zijn. Het was een beetje modieus om niet gericht te zijn op mijn volgende stap is dat en dat. Ik wil dat en dat worden. Was dat sowieso aan de universiteit of was dat sterker hier in Groningen? Dat was wel sterker hier in Groningen, maar ik herinner me dat gevoel al in Leiden. Ook onder mijn collega's. Hè? Ja. Je moest niet te veel capsones hebben. Ja. Het ging om de zaak. Het ging om de inhoud van het werk. Ja. En... ik heb er 7 jaar over. Je kreeg ook niet een promotieplaats in Leiden. Ik had gewoon mijn medewerkersbaan. Hartstikke druk met van alles en nog wat. En daarbij kon ik ook wel promoveren, want ja, dat zou dat niet mooi zijn. Ik heb er 7 jaar over gedaan. En, maar wel tussen de bedrijven door. Ja. En als ik een promotieplaats had gehad, dan had ik misschien veel geconcentreerder en sneller en toegewijder en mooier, eleganter kunnen promoveren. Ja. Zoals Pim Leeveld, die prachtig over binocular rivalry promoveerde. Ik ben daar nog een beetje jaloers op. Zulke mooie experimenten gedaan, maar die zat dus in Soesterberg. En die had niet zo'n zware, veelzijdige baan op dat moment toen. En Willem Wagenaar, idem dito, schitterende experimenten gedaan over de perceptie van randomness. En ja, Sanders, idem dito, die zaten, en Michon ook, die zaten daar lekker in Soesterbergen. Ja. Ik heb daar stage gelopen in Soesterberg in dat tijd. Ze zitten ook allemaal in deze serie, behalve Wagenaar, die al lang afleden was. Maar ik vond dat dus heel leuk. Soesterberg was heel leuk, want daar kon je met alle mogelijke apparatuur die je maar nodig had, kon je leuke experimenten doen. En daar heb ik dus ook geleerd dat je moest focussen. Eén probleem tegelijk en dat heel precies uitvogelen. Maar je noemde net, voordat we aan het gesprek begonnen, noemde je dat jouw wetenschappelijke jeugd, die tijd in Soesterberg. Of heb ik dat verkeerd, of begreep ik dat verkeerd? Even herinneren. Mijn wetenschappelijke jeugd. Elk van een hele vormende periode. Nou, dat waren die zomercursussen toch. Oh, toch, dan heb ik dat. Die zomercursussen, maar daar kwamen dus ook. Ja, nee, de conferenties die Andries Sanders belegde. Over prestatietherapie. Aandacht en prestatie. Attention and performance. Dat was ook de hoofdtitel van de serie verslagen die hij toen heeft uitgevoerd. Waar ik Kahneman heb ontmoet. Die zei van waarom publiceer je dit niet? Dat was in 67 of zoiets. Mijn korte termijn geheugen vervormde zich even een beetje. Ja. Geeft niet. Nee, maar Groningen gaf mij dus de ruimte om in die andere helft van de toen eventjes niet betaalde baan iets te gaan ontwikkelen waar ik later een aantal grote subsidies op heb kunnen binnenhalen, waar Henk Wilker vertrouwen in had. Ja. Henk was echt liberaal, hè? Ja. Die wou dat je productief was, maar het gaf niet zozeer waar je dan productief in was. En ik had weinig onderwijs in de beginjaren in Groningen en kon dat dus doen. En ja, toen hebben we dus die lijn van onderzoek over risicobeoordeling, risicoanalyse en mijn eeuwige debat met de ingenieurs, met de risicorekenaars. Hè? En je hebt de risicopsychologen en je risicorekenaars. De risicorekenaars die zitten in Delft. En die denken dat ze het kunnen uitrekenen. Tot op de dag van vandaag, hè, over die gaswinning en die aardbevingen. We kunnen het uitrekenen. En als we het kunnen uitrekenen, kunnen we het ook toetsen aan normen die we hebben gesteld. En ik ben tot op de dag van vandaag daar buitengewoon sceptisch over. Want als je er psychologisch over gaat nadenken, je haalt de protectie, wat is het, de beschermingsmotivatietheorie erbij, dan zeg je van risico is tweezijdig. Hè? Het zit enerzijds in de omgeving waarmee je wordt geconfronteerd, maar anderzijds zit het in jouw capaciteiten. Jouw vermogen om die gevaarlijke rots te beklimmen, om maar eens iets te noemen, of die linker fiets te bereiden. Dat moet in jouw capaciteiten zitten. Dus. En ingenieurs hebben daar geen gevoel voor, of te weinig kennis van. En dat werd wel jouw taak hier in Groningen, om die brug om daar een brug tussen te slaan of zo? Nou ja, daar hebben we veel over gedaan. Daar hebben we veel discussiebijeenkomsten over gehad. Conferenties, publicaties. Nou ja, het is een soort eeuwige kloof tussen de ingenieurs en de psychologen. Hè? Willem Wagenaar zou er over mee hebben kunnen praten als hij er nog was. Het is jammer dat hij zo vroeg is overleden. Die heeft er ook heel leuk werk over gedaan, over veiligheid en wat dat eigenlijk is en zo. Dat je dat niet in een getal kunt uitdrukken. Maar voor mij werd het wel de lijn om te blijven hameren, te blijven tamboureren op dat thema. Te meer omdat men bij het ministerie van Milieu en Verkeer en Waterstaat maar bleef hameren op die veiligheids-, die risiconormen, waarvoor je dus dat risico moest kunnen meten, anders kon je die normen niet toetsen. Jij werd hier benoemd tot hoogleraar omgevingspsychologie. Ja. Was jij de eerste die zichzelf omgevingspsycholoog noemde? Of? Nee, er was ooit, in de 90er jaren of zo, 80er jaren, was er een hoogleraar omgevingspsychologie in Nijmegen, Peter Stringer. En ik weet niet hoe die leerstoel aan zijn einde is gekomen, maar dat was een beetje klassieke omgevingspsychologie. Ja. Zoals arbeidsomstandigheden, die niet te lawaaieren of niet te heet of niet te druk mogen zijn. Omgeving klinkt heel breed. Ja, omgeving werd eigenlijk meer en meer milieu hier. Hè? De natuurlijke omgeving. Hè? Duurzame ontwikkeling in een gebalanceerde verhouding tussen menselijk gedrag en natuurlijke omgeving. Klimaat ook, neem ik aan? Klimaat ook. Maar... omdat de Groningse opleiding sociale psychologie te experimenteel was geworden en de studenten daar ook kritiek op hadden, werd er aan het eind van de 80er jaren geopperd dat er maar eens wat praktische thema's aangeboord moesten worden. En dat was economische psychologie, dat was sociale besluitvorming, dat was gedrag en milieu. En ik had zelf ook, ik noem maar even de cursussen die ik toen onderhanden had, de individuele beslissingsanalyse en beslissingsgedrag. Meer cognitieve psychologie. Dus daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En zoals dat ging, nadat ik benoemd was, was het ook mijn taak natuurlijk om door te gaan met subsidies aan te trekken. Want van binnenuit, ik was natuurlijk een buitenbeentje. Ik was niet echt een centraal sociaal psycholoog. Ik publiceerde niet echt in de centrale sociaal psychologische tijdschriften. Dus als buitenbeentje moest ik dan maar toch zoveel mogelijk mijn eigen broek ophouden. Dat was hier de gedachte. En dat heb ik gedaan, moeten doen, ook met veel geluk. Dus de ene subsidie na de andere binnengehaald. Samenwerking ontwikkeld met de vakgroep Energie en Milieukunde, die bij natuurwetenschappen zat. En samen met hoogleraar Milieukunde Ton Schoot-Uiterkamp hebben we jarenlang heel veel samen gedaan. En van het een kwam het andere. Je loopt tegen nieuwe dingen aan. Hè. Het ging op een gegeven moment ook over klimaat. Het ging over CO2-uitstoot. En wij maar hameren op het belang van de gedragskant. Hè. Zoals Hugo de Jonge gisteravond nog zei. Ja, gedrag is belangrijk. Hè, in het veiligheidsbeleid rond corona. Werd je daardoor meer een activistisch soort onderzoeker? Omdat je je met dat soort maatschappelijke thema's ging bezighouden. En je hebt vorig jaar, om een heel klein bruggetje te maken, heb je ook het boek gepubliceerd Aardgasrisico's en Besluiten. Activisme, dat is mij wel eens ook door anderen onder de neus gewreven. Het is een vraag, hè? Ik zeg niet dat het zo is, maar... Ja. Ik heb vanaf het begin... En dat was ook het motief om Leiden te verwisselen voor Groningen. Ja. Vanaf het begin heb ik een soort aandrang gevoeld om iets praktisch te doen met mijn vak. Ja. Ik ging psychologie studeren om mensen te helpen. Om de wereld een beetje mooier te maken. Om de wereld mooier te maken, maar als psycholoog had je met mensen te maken, dus je wilde mensen helpen. En ik herinner me nog dat iemand dat op het eerstejaarsweekend zei: ja, dames en heren, u bent hier natuurlijk allemaal gekomen om te leren mensen te helpen. Hè? En dat bleek dus in veel gevallen gelukkig niet zo te zijn, maar ik had wel het gevoel, ik moet iets doen voor de omgeving, voor de mensen. En misschien is dat de oude katholieke moraal, hè? Iets goeds doen voor de wereld. Ja, ja. Maar ik heb in mijn vak toch altijd, en in Leiden ben ik daar steeds ongeduldiger in geworden. Ik wilde er iets praktisch mee doen. Ja, ja, wetenschap moet niet op zichzelf bestaan. Wetenschap is er om de wereld te begrijpen, om de wereld beter te maken, om mensen te helpen, om een helderder kijk op de zaken en de problemen te helpen oplossen. Ja. En dat is mijn grote sterke motief geworden. Ja, zeker in de Groningse tijd en zeker na mijn benoeming in 1990. Waarmee ik het ineens veel drukker kreeg, want ja, je moest ook naar promoties, je moest oppositie voeren en naar oraties. En ik kwam er allemaal bij en bovenop en ik had al zoveel te doen. En, maar het is allemaal wel heel leerzaam geweest. Maar, dus ik heb meer een aandrang gevoeld tot toepassing van wat ik heb geleerd en van wat anderen mij konden aanreiken. Waar kijk je met de meeste voldoening op terug? Als je één ding zou moeten noemen van je wetenschappelijke carrière? Nou, ik denk dat ik twee dingen wil noemen. Nou, dat is onderzoek uit Pieter Jan Stalle, dat onderzoek wat het KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, toen heeft aangeslingerd. Het hele contact met de ingenieurs en de milieuwereld daaromheen en daarachter met Vrom en zo. Ja. Dat onderzoek was voor mij toch wel een eye-opener en baanbrekend en voor anderen ook imposant. Van hey, hier komt een psychologisch perspectief op veiligheid. En het tweede wat ik toch dan in dezelfde moeite door wil noemen is dat promotieonderzoek met Laurie Hendricks. Dat heel elegante experimentele onderzoek over het relatieve belang van frequentieinformatie, historische frequentieinformatie versus toekomstgerichte scenario-informatie in het beoordelen van risico's. Ja, ja. Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. We hebben er ook goed over kunnen publiceren. Ja, ja. En ik vind het nog steeds een heel aansprekend idee. Ja, ja. Het is ook mijn verantwoording als oorspronkelijk experimenteel psycholoog om dat zo te hebben kunnen doen, naast dat meer activistische toegepaste werk, waar toch altijd op af te dingen is, omdat het onvoldoende theoretisch onderbouwd is of onvoldoende experimenteel ondersteund wordt. Hoe vond je vader dat je hoogleraar werd? Hij zat in de zaal. En hij was toen al 87 of zo. Ja. Dus hij had daar vrede mee. Ach joh, dat was toch niks geworden. Maar ik heb hem nooit geïmponeerd gezien of gehoord. En hij vond het, geloof ik, vanzelfsprekend. Wat heel veel zonen, denk ik, met hun vaders in het algemeen wel hebben, denk ik. Als ik dat nou zo wou. En ik heb dus, onder andere vanwege dit gesprek, maar ook wat ik je vertelde, dat eerdere gesprek met die student die de ontwikkeling van het milieuonderzoek in Groningen wilde in zijn scriptie beschrijven, heb ik mijn doopsemmel nog eens gelicht en aangevuld en bijgewerkt. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk geschokt ben geworden door de hoeveelheid van publicaties. En ik ben daar weer een beetje schuldbewust bij geworden over de tijd die ik aan al dat werk heb besteed en niet aan mijn thuisfront, om maar iets te zeggen. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Goed, dankjewel voor de vragen. Sharon, we spreken jou voor de tweede keer. Ik heb jou van de zomer geïnterviewd. Je vond dat het interview niet helemaal volledig was. Nou, nu zijn al die gesprekken, die zullen ook niet volledig zijn, maar je hebt een paar dingen die je echt mist en die je graag wil vertellen. Nou, daar geef je graag de gelegenheid toe. Want het kwam niet helemaal uit de verf waar jij nou met de meeste voldoening op terugkijkt. Ik vind het fijn om even de kans te krijgen om daar nog wat op door te gaan. Waar ik het meeste voldoening over voel, dat zijn twee dingen. Dat is enerzijds dat ik al die tijd de energie en het optimisme heb gehad om door te gaan. Maar dat is een persoonlijke zaak die ook met mijn lijfelijke conditie te maken heeft. Maar achteraf, een beetje geluk ook, zeg maar. Ja, ook heel veel geluk met mijn lichamelijke toestand. Die je toch nodig hebt om in dit vak echt zo intensief door te gaan. Ja. En het andere waar ik veel voldoening over heb, is mijn samenwerking met Linda Steg. Het feit dat Linda Steg in mijn leven is gekomen. In 1990, kort na mijn benoeming tot hoogleraar. Ja, ja. Toen kwam zij als promovendus binnen en we hebben na die tijd 20 jaar lang samengewerkt. Ja. Zij was een van de diverse promovendi voor wie ik dan subsidies had weten aan te trekken. Ja. En ja, zij heeft zich kunnen ontwikkelen, ook dankzij de tijdgeest. Want je zult je herinneren dat in 1987 dat Brundtland-rapport verscheen, Our Common Future, van de Verenigde Naties Commissie voor Ontwikkelings- en Omgeving. En kort daarna dat rapport van het RIWM, Zorgen voor Morgen. En dat heeft een hele stimulans gegeven aan het omgevingspsychologisch onderzoek ook. Ja. En daar hebben promovendi die ik onder mijn hoede had in de 90 jaren veel aan gewerkt. Over energiebesparing, beheersing van het autogebruik. Daartoe is toen ook de samenwerking bijgekomen met de vakgroep Energie- en Milieukunde. Ja. Want die zorgde voor de technische en de fysische know-how die je nodig had om als gedragswetenschapper dat probleem goed te kunnen begrijpen. Om het ook interdisciplinair te benaderen. Om dat interdisciplinair te benaderen. En ik ben dus sindsdien niet alleen wat ik al was, maatschappelijker georiënteerd geraakt in mijn gedrevenheid. Ja. Maar anderzijds ook heel sterk gaan geloven in het belang van multidisciplinaire samenwerking. Ja. We hebben een project gedaan. Die heeft toch ook wel vanuit je achtergrond bij TNO ook wel meegekregen? Ja, dat project met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs over risicoanalyse versus risicoperceptie. Ik noem even mijn samenwerking met Linda Steg, die licht ik er even uit, omdat zij een bijzondere kans heeft gekregen en benut om zich te ontwikkelen tot mijn opvolgster. In ongeveer 2009 werd ze als gewoon hoogleraar omgevingspsychologie benoemd. Ja, en ik zie tot mijn grote trots dat zij een eigen groep heeft kunnen ontwikkelen met nog meer subsidies en medewerkers. Iets waar ik alleen maar op een heel bescheiden manier de aanzet toe heb kunnen geven. Maar kijk je ook met enige jaloezie naar? Of is het een soort positieve jaloezie of zo? Ik denk dat we nuchter moeten zijn. In de 80er jaren was het hele onderwerp gedrag en milieu niet aan de orde. Het kwam aan het eind van de 80er jaren internationaal op de agenda en ook nationaal met de zucht naar duurzame ontwikkeling. Ja. En in de 90 jaren kwam NWO naar voren met programma's voor subsidiëring van relevant onderzoek op dat terrein. Het is ook niet meer weg te denken de komende decennia volgens mij. Het is nu niet meer weg te denken. Linda Steg heeft deelgenomen als auteur aan het laatste IPCC-rapport van het Intergovernmental Panel of Climate Change. En daar in die kringen is dus ook doorgedrongen dat willen wij klimaatverandering beheersen, dan moet je kijken naar gedragspatronen, gedragsverandering en de langetermijnontwikkeling van wat consumenten doen. Maar kijk hoe moeilijk het is, bijvoorbeeld nu met corona gewoon. Er wordt ook gezegd van ons gedrag is het medicijn tegen de verspreiding van het virus. Ja, ik vind het heel intrigerend om naast corona klimaatverandering te zien als nationaal beleidsprobleem. Ja, internationaal beleidsprobleem. Wij hadden dus gisteravond weer zo'n persconferentie, dat was eergisteravond. En ik probeerde voor mijzelf het woord klimaatbeleid of klimaatverandering in te vullen in plaats van coronabeleid. En dan krijg je min of meer dezelfde dingen. Maar wat je dan mist bij onze regering, bij ons kabinet, is deze collectieve verantwoordelijkheid die zij wel uitstralen als het om de volksgezondheid gaat in verband met corona. Maar die zij dus niet uitstralen als het om beheersing van klimaatverandering gaat en maatregelen om dat te mitigeren. Omdat het veel verder ligt of zo? Zou dat de reden zijn? Dat het minder korte termijn... Ik denk dat dat psychologisch heel goed te begrijpen is. Het is een probleem waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen. Overigens in verschillende organisatielagen van de samenleving. Hè. De overheid moet wat doen, het bedrijfsleven moet wat doen, de consument moet wat doen, het MKB, midden- en kleinbedrijf, moet wat doen. Want je moet elkaar steeds tegenkomen in een soort besef van hetzelfde probleem. En daar dan iets aan doen. Maar Ja, dit is natuurlijk een lange termijn probleem. En het is een probleem wat veel mensen niet in hun besef hebben van hun dagelijks leven. Ja. We hebben thuis met verbazing kennis genomen van een interviewtje met mensen op Schiphol aan het begin van de herfstvakantie. En daar werden mensen geïnterviewd over het gemak waarmee ze dan maar weer een vliegreis ondernamen. Ja. Ja. En er was één dame bij die kreeg ook de vraag van, denkt u wel eens aan klimaatverandering en brandstofverbruik en luchtvervuiling door uw vliegreis? Ja. Ja. Nee, daar denk ik niet zo over. Nee, met het milieu daar heb ik niet zoveel mee. Ja. Ja. En dan denk ik, verdomd, dat kabinet van ons had sinds jaar en dag moeten werken aan het vergroten van het besef van wat wij met ons individuele gedrag tezamen teweeg brengen. Nou ja, daar ligt denk ik een heel belangrijke taak voor psychologen. Voor gedragswetenschappers is daar weggelegd. Ik kan jou publicaties laten zien van 10, 20, 15 jaar geleden waarin we dat naar voren hebben gebracht en daarop hebben gehamerd. Ja. Het begint met probleembesef, maar er moeten ook duidelijke opties zijn voor gedragsverbetering of gedragsverandering. Ja. Anderen moeten meedoen. Ja. In de sociale psychologie is er zoiets als het commons dilemma. Ja. Het feit dat wij met z'n allen in een soort fuik dreigen te lopen en we komen er alleen maar uit als we dat gezamenlijk... Maar dan moet je dus op verschillende lagen van de samenleving moet je iets veranderen. Ja. Jij bent zelf ook... Als ik dat zo mag zeggen, ook heel veel activistischer geworden. Ik bedoel, met de gasproblematiek in Groningen. Komt dat uit waar komt die motivatie? Nou, die gasproblematiek, daar ben ik ingedoken. Ik denk enerzijds een beetje om Linda Steg uit de weg te zijn. Want ik wilde mijn opvolger niet voor de voeten lopen, zoals dat dan heet. Hè? En een eigen ding, maar het was ook een soort een eigen ding te ontwikkelen, maar het was ook een soort terugval naar een oude hobby. De oude hobby namelijk van risicobeoordeling zoals psychologen dat bekijken versus risico meten, risico kwantificeren zoals de ingenieurs dat plegen te doen. Dat probleem kwam exact weer terug bij die gaswinning en die aardbevingen. Waar dus de natuurwetenschappers van TNO en van het KNMI en van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zeggen... Wij moeten dat meten, want we moeten het kunnen toetsen aan kwantitatieve normen. Voor mij was dat gevoelens fressen als het ware. Ik dacht bij mezelf, wat doen ze nou met die gaswinning? Want dat risico van instorten van een woning en dan net niet kunnen ontsnappen als er een aardbeving is geweest. Dat kun je helemaal niet kwantificeren. Want daar moeten allerlei voorwaarden worden vervuld voordat dat gebeurt. Het is een meerzijdig, meerdimensionaal gevolg waar je beducht voor moet zijn. Ja. De kans daarop kun je nauwelijks schatten. Dus wat je hooguit kunt doen is op een wat rangordeachtige manier proberen om maatregelen te nemen om dat risico te verkleinen. Ja. Maar hoe groot of klein het op een bepaald moment is... Ja. Dat weet je dan niet. Maar ik ben daar dus mee bezig gegaan en van het een komt het ander. Dat heb ik al eerder in het interview gezegd. Je leest eens wat, je krijgt voelt vraagtekens opkomen. Je belt dus iemand en op een gegeven moment ben ik er ingedoken. En dan blijkt het zo ingewikkeld te zijn dat je er op een gegeven moment niks meer over kunt zeggen zonder door te lezen, zonder je te blijven oriënteren. Maar zie je dat als je plicht als omgevingspsycholoog of zo? Of hoe moet ik dat zien? Of druk ik me nu de plechtstatig uit? Ik zie dat niet als een plicht. Nee, het is prettig om niet de hele dag aan huis, tuin en keukendingen bezig te zijn. Het is prettig om ook intellectueel jezelf te blijven uitdagen en bezig te zijn. Ja. Ik vind het nuttig en dienstig om af en toe iets begrijpelijks te publiceren. Ja. En ik ben natuurlijk een Groninger, na 40 jaar Groningen. Ja. Ja. En voel mij toch wel een beetje verwant met al die mensen in dat gaswinningsgebied die scheuren en barsten in hun huizen hebben en risico lopen van het afbreken van een schoorsteen of wat dan ook. Het is een enorme problematiek waar gedragswetenschappers niet al te veel te maken hebben volgens degene die die problematiek moeten proberen te beheersen. Er is goed onderzoek gedaan over wat het met de mensen doet, over stress, angst en gezondheidseffecten door collega Ton Postmus, sociaal psycholoog. Maar hoe het dan precies zit met die aardbevingsdreiging, met het berekenen van de kwetsbaarheid van woningen, met het reguleren van de schadevergoeding, met het bepalen van de noodzaak tot woningversterking. Qua beoordeling en besluitvorming is daar zoveel aan te verhapstukken. Er zijn daar zoveel vingers op rare plekken te leggen, dat ik heb me laten uitdagen en ik heb er een beetje een hobby van gemaakt de afgelopen 8 jaar. Om dat goed te begrijpen en te doorgronden. En in de hoop dat ik daar zinvoller met anderen daarover kan praten en iets kan bijdragen. Ja. Maar ja, het is moeilijk om de universiteit achter je te laten als je er zo lang, zo intensief aan hebt gewerkt. Je houdt gewoon nog van de universiteit. Simpel gezegd, volgens mij. Ik geloof dat ik eerder in het interview heb opgemerkt dat mijn bestaan op 2 poten rust. Eén is de thuisgrond en de ander is het werk. En dat het werk aan de universiteit, dat slokt je dusdanig op, dat houdt je dusdanig, als je dat tenminste een beetje fatsoenlijk wilt doen. Dat ik kan het moeilijk loslaten en ja, ik ben nog niet helemaal opgebrand of wat dan ook. Ja, we worden natuurlijk ouder en ouder en het houdt een keer op. En je verliest een keer het vermogen om de zaken echt goed te doorgronden. Maar ter afsluiting, hè, verwacht je dat de met name de omgevingspsychologie veel belangrijker gaat worden? Linda Steg heeft volgens mij ook die prijs gewonnen, de Nederlandse Stevinprijs, dus zeg maar de Nederlandse Nobelprijs. Is dat, denk je, ook een soort van bevestiging van dat omgevingspsychologie met de problemen waar wij als wereld voor staan, dat die belangrijker gaat worden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dus dat meer nog dan eind 80er jaren met dat rapport Our Common Future, en Zorgen voor Morgen in Nederland, meer nog dan toen er nu vanuit de klimaatwetenschappen gekeken wordt naar gedragswetenschappers. Omdat men meer en meer is gaan beseffen dat ja, menselijk gedrag, dat doet het. Dat brengt het teweeg. We doen het gewoon zelf. We doen het gewoon zelf, maar de grote vraag is: hoe krijgen we onszelf op een ander spoor? Hoe krijgen we onszelf als samenleving, met een groeieconomie, neoliberale attitude, van iedereen mag alles totdat, zolang het de anderen niet schaadt. Hoe krijg je dat in een andere richting? En wat dat betreft denk ik dat klimaat een speciale uitdaging is, omdat daar niet alleen de omgevingspsychologie zou dan moeten beseffen dat je inderdaad die gedragsverandering op verschillende niveaus moet zien in de vingers te krijgen en te realiseren. Hè? Wat ik daarnet zei, het is niet alleen de consument. Het is ook de Schiphol-directie, het zijn de recreatiebedrijven, de reisbureaus. Hè? En het begint eigenlijk met de regering. Die moet proberen jou en mij te overtuigen van het feit dat als zij nou de leiding nemen, dat het zinvol is voor ons om te volgen en mee te doen, maar tegelijkertijd om hen vanuit onze verantwoordelijkheid te inspireren over de richting die het uit moet. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. Dankjewel. Dankjewel.